Ja, we staan hier bij de maïskuil van het afgelopen jaar, waar we ook de herbalie op toegepast hebben. Voordat de maïs gezaaid werd, hebben we compost uitgereden op het maïsland. Hierop hebben we de Bioterra op toegepast. Ondanks het afgelopen jaar een moeizaam groeiseizoen, hebben we toch een goede maïsoogst weten te behalen. En hopelijk ook daarmee goede bodemvruchtbaarheid behouden. Ik zie meerwaarde in herbalie, dat de opbrengst verhoogd gaat worden. Met de eerste proef die we gedaan hebben en ook echt gemeten hadden, hadden we gewoon zichtbare 18% zwaardere kolven. En ik geloof ook in een betere beworteling, dat dat ook de kwaliteit van de planten en van de maïs ten goede komt. En daardoor een weerbaarder gewas heb van een goede kwaliteit.